Harry van der Ham, ik zag je op je telefoon kijken. Veel felicitaties. Ja, als je wint heb je vrienden, hè? Klopt. En als je met 5-0 wint heb je heel veel vrienden? Ja, ik heb niet zoveel vrienden hoor. Maar wel goede kennissen. Nee, ja, leuk toch? Iedereen reageert positief. Hoe heb jij naar deze wedstrijd gekeken? Ja, ik ben trots op mijn ploeg. Ik bedoel, als je anderhalf uur lang pressing weet te spelen en PVV toch een titelkandidaat zo onder druk kan zetten en ze geen ruimte geven om te laten voetballen. En ongelooflijk wat zij gewerkt en gesjouwd hebben. En leuk om naar te kijken. Heeft jouw ploeg je ook verrast? Nee, helemaal niet. Want kijk, vanaf dag 1 heb ik gezegd van er zitten een paar aardige voetballers in dit team. Die moet je ook niet verstoppen door te zeggen van we spelen voor het linker rijtje. Ja, dat vind ik zo gezapig, weet je. Dat is meer dat je als toerist de competitie begint. Nou, wij hebben bepaalde ambities, spreken we niet uit naar buiten toe, maar wel naar de club en naar de ploeg. En je kan je nou niet verstoppen als je na 7 wedstrijden bovenaan staat. Je wint er 6 en je speelt er 1 gelijk. Ja, dan moet je ook niet verstoppen en dan moet je er gewoon voor gaan. Jouw ploeg verras je dus niet. Verras je wel dat het krachtsverschil zo groot was vanavond? Ja, dat verraste me wel. Maar nogmaals, als je tegen de ploeg speelt en je geeft geen ruimte weg en je zet echt druk. Ja, kijk, elke goede voetballer heeft het moeilijk op het moment dat er druk wordt gezet. En elke, zeg maar, mindere voetballer is geen druk. Ja, dan kan iedereen voetballen. Hè? Dus het is zaak dat je op alle posities druk zet. Ja, dat kost heel veel kracht. De jongens hebben echt, nou ja, ik zou bijna zeggen, gesmeten met hun werklust. Maar dan krijg je wel wat voor terug. We hadden het er vooraf over dat je benieuwd was over hoe jouw ploeg zich zou houden, hè, in zo'n topwedstrijd tegen de nummer 2. Ja, als je dan met 5-0 van het veld stapt, dan kan je alleen maar zeggen dat jouw ploeg met vlag en wimpel is geslaagd voor deze test. Ja, absoluut. Ik vind dat we nog te weinig gescoord hebben, want het had ook nog wel 8-9-0 kunnen staan. We hebben nagenoeg niks weggegeven. Maar we zijn, als dit een examen was, dan was dit een dikke 8. Mooie rol ook voor Van Nief. Ja. Nou, alleen niet alleen voor hem, want ik denk dat ik het hele team wel individueel op kan noemen. Iedereen heeft echt top gespeeld. Maar heel volwassen ook gespeeld. Middenveld stond goed. Blij met de aanwinst. Matthew Steenvoorde. Heel volwassen gespeeld. Joël die echt goed gespeeld heeft. Daar wil ik hem ook zien. Als je zo'n schot hebt, dan moet je bij de 16 meter komen. Daar ben ik al weken mee bezig. Ja, en dan komt hij. En dan, het is jammer voor hem, maar dan krijg ik toch weer mijn gelijk. En dat is een leuke ontlading. Jullie winnen nu, staan 6 punten los van VVV, bovenaan, stijf bovenaan in die periode. Ga je nu ook gewoon uitspreken dat jullie deze periode moeten gaan pakken? Ja, nogmaals, ik heb al gezegd, we gaan ons niet verstoppen. Maar wij zijn ook elke week bezig om te focussen naar de komende tegenstander. En dat is Helmond. En daar gaan we nu mee in de gang. Ik ga morgen zelf kijken in Sittard. Dus dan kunnen we ze zien. We hebben videobeelden uit en thuis verspreiden. En dan tot in de details bespreken met de spelersgroep. Wat zetten wij er tegenover? En dan daar proberen gewoon 3 punten te halen. Zonder nu na deze wedstrijd, deze 5-0 overwinning, te veel Hosanna en de Gloria uit te spreken. Waar kan dit eindigen? Ik zou niet weten. Maar als wij zo blijven voetballen en zo geconcentreerd aan de wedstrijd beginnen. En wij worden steeds beter. Hè, want we gaan ook steeds beter voetballen bij balbezit. Ja. Ja, we zullen het zien. Is titel een verboden woord in Dordrecht? Nee joh, maar wij halen ook de titel niet. En wij gaan ook wedstrijden verliezen. Maar we zullen ons huid zo duur mogelijk verkopen. En nogmaals, daarvoor focussen we ons van wedstrijd tot wedstrijd. Nu is Helmond aan de beurt en dan gaan we daarmee aan de gang.